What up mensen, mijn naam is Nissim. Mijn naam is QC. En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Accepteer de Punchline. En Q, ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in, man. Let's go, man. En weet je waar ik ook zin in heb? Om eventjes Prime Video te promoten. Want LOL is daar nu te bekijken. En daar kan je veel gaan lachen. Want mensen mogen daar niet lachen. Maar jij kan dan wel lachen. En waar je ook kan lachen, bij deze episode. Accepteer de Punchline. Vandaag een weer gekke aflevering. En natuurlijk ook Tajula, de scheidsrechter, man. Welkom bij Accepteer de Punchline. Ik ben jullie scheids. We houden het fair en square publiek. Zijn jullie aan of niet? We hebben vandaag twee rondes. De eerste ronde is gewoon de classic die jullie kennen. Lachen, jokes maken, punchlines. En de tweede ronde is met een challenge. Maar wat die challenge gaat zijn, ga ik jullie zo meteen vertellen. Als publiek aan is, zijn we ook aan. Let's get it! Hartstikke spannend gaat het worden. Vandaag gezellige jongens. Wanneer ze er zijn, is het altijd gezellig. Altijd, we hebben altijd het natuurlijk over broederliefde, dames. Broederliefde! Ja, ja, toch. Hey. En Fraas doet het ook mee. Fraas doet het ook mee. Ja, gezellig. Goed. Goed, zullen we beginnen? Ik heb er zin in. Lekker man, let's go. Ikie, hoe is het? Gaat goed? Ja, toch? Lekker man. Steen op je schaar. Let's go. Oh, dit? Zo. Ben je rustig? Ja. Lekker Q, lekker Q. Oeh, wacht, 1-1. Rustig. Moet ik beginnen? Ja. Oké, okay, Nes. Wat is het verschil tussen Frasi en broederliefde? Ongeveer 25 hits. Het klopt wel. Hoe noem je broederliefde zonder M's? Fuckenfunners. Gang. Dat is waar. Sorry, boys. Ik ging laatst met de dakloze vader van Frasi chillen. Wat dit? Ik vroeg hem, waar moet ik je afzetten? Hij zegt, maakt niet uit. Ik ging laatst naar een strand waar alleen maar nudisten waren. Harde dagen. Frasi, jij mag even volgen. Oh, lekker man. Dan ga ik ook wel even zoeken. We hebben een wissel, publiek, laat je horen. Hai, pak aan in. Alles lekker, Charles? Ja, goed. Wil jij beginnen? Nee. QC heeft veel weg van zijn vader. Oh, QC. En zijn vader is veel weg van hem. Waar parkeert QC graag zijn auto? In de Q-park. Nice. Via welke zee is Tajula naar Nederland gekomen? Via de tranen van Nessim. Combo. Wat zegt een Surinaamse vogel? Koekoeloekoe! Koekoeloekoe. Droge grap. Wissel, Team Nest in publiek. Oh, hey. Goeiedag. Dat is lekker, jongen. Rustig, lekker, Charles. Lekker. Ja. Hoe noem je QC zonder outfit? Een normale burger. Hij zegt, je lijkt op Big Mac. Wat zou QC zeggen als hij een vogel was? Papagaaien weg. Wat is Nessim zijn favoriete vogel? Een kraai. Kraai. Dit is zo Team QC, moet ik laten horen. Hoe noem je twee Turken bij de bank? AB en Amro. AB en Amro. Wat hoor je als Cristiano scoort nu hij in Saudi-Arabië speelt? Sejuk! Hoe noem je een gangster in een boom? Minitak. QC heeft een eigen stichting, hoe noem je die? Doneer kebab. Fuck! Dit is zo Team Nest in publiek, laat je nog één. Hey! Waarom mag Campy Frasi niet? Frasi heeft zijn tanden gestolen. Waarom is Nessim jaloers op QC? QC kan eindelijk zijn piemel zien en Nessim nog niet. Wie heeft Hef zijn boek geschreven? Crooks. Ik kom op, dit is een kansen! Jullie zijn deze man. Hoe noem je Marokkaanse vis die het te bon maakt? Hayek. Hey, hoe heet die dikke oom van jou alweer? Oh, Besiktas.
Wauw! Waar kwam Lil Kleine vaak klaar bij Jamie Vaas? Oh my days. Uppercut. Heel man. Rood man. Rood uppercut. Hij is oprecht. Waarom wrijven vrouwen in hun ogen als ze wakker worden? Waarom? Omdat ze geen ballen hebben om te jeuken. Meneer heeft een eigen ventilatorbedrijf. Huh? Ze verkopen ventilators. Ja, toch? OnlyFans. Wissel! Mm. Wat is de favoriete site van Q? Zou je het? Bol.com. Hoe heet de vader van QC? QC niet! Waarom mag Q niet meedoen aan een toneelstuk? Die dik is. Toneelstuk. Hey, jullie zijn op fire, man. Wat kan je doen als voetballen niet lukt? Een rapformatie beginnen. Hoe noem je een lesbisch vis? Hoe dan? Een potvis. Een potvis. En hoe noem je een vis in een complot? Hoe dan? Een plotvis. Plotvis, sterk. Mm. Hoe noem je een grote gehaktbal bedekt met spaghetti? Jack. Hoe zit Edson in de bioscoop? Wat dan? Via de zijkant. Oh. Hey, rode kaart, hè? Hey. Rode kaart! Wacht even. Scheidsbedreigen. Ken je de grap van de blinde timmerman? Hij werd DJ bij Modern Liefde. Oh, nee. Ga dit mee, man. Edson is zo schil als die held wordt zijn rug nat. Oh jee, dat moet nog rood. Ja, maar, ja. Oh, ja, ja. Hey, maar stop met het scheidsrechter bedreigen. What the fuck? Sorry, ik heb het pijn. Sorry, Edson, ik weet toch. Geen boze ogen op me gooien. Waarom kon Edson laatst geen parachute springen? Zijn blinde geleide hond vond het tang. Is de dood. Ik ga eruit. Wat zegt Marco Bassato als hij hier binnenkomt? Hey, alles kids? Hoe noem je een homoseksuele lamp? Een flikkerlicht. Nice. Hoe noem je een voetbaltrainer in een koffieshop? Erik ten Hasch. Wat is viraler gegaan dan de nieuwe track van Broederliefde? De nieuwe track van Broederliefde en JJ Santana. Mama kan met die houden paard. Ik neem deze. Is mijn muziek. Nezim en Def Rhymes hebben een nieuwe track. Weet je hoe dit? Carrière maken, totdat de bom valt. Wat is QC's vader? Zijn favoriete alcohol? Johnny Walker. Sterk. Hoe helpt Nesim? Hoe traint Nesim? Hoe zwemt Nesim? Waarom is precies zijn vader slecht in honkbal? Zo. Hij is slecht in een home run. Oh, wat de... Home run. Hoe poep Ronaldo? Hoe poep Ronaldo? Nesim was laatst aan het huilen om zijn vader. Waarom? Weet je waarom? Omdat zijn vader hem niet meer herkende. Nesim kwam laatst niet in zijn eigen telefoon. Hoe lang slaapt QC? Tot hij wakker wordt. What the fuck? Hij is zo droog dat hij echt goed is. Welke tune staat nummer 1 op de Spotify-lijst op het vluchtelingenkamp? Oh, je hebt de boot gemist. Waarom gaat Edson nooit meer weg bij Broederliefde? Zo. Liefde maakt blind. Dit was de laatste. Ballenjeuk komt met een nieuwe bokser. Ballenjeuk.
Alle jeuk. Hoe noem je een Turk in Jamaica? Hoe dan? Amana koi dem. Koi dem. Welke spaghetti kan heel goed rappen? Pasta rhymes. Hey, wie brengt volgende week weer een nieuwe single uit? Wie dan? Monica Geuze. Oeh. Oh, onze... Oh, shit. Ja. Ladies and gentlemen, welkom bij de volgende ronde. In deze ronde heb je een verliezer die een challenge moet uitvoeren. En dit keer is dat lopen op Lego-blokjes en plastic punten. Publiek kan helpen door niet te lachen. Dus doe jullie best. Als het publiek ready is, zijn wij dat ook. Zijn jullie ready? Wat is Edson zijn favoriete liedje? Wat dan? I got my eyes on you. Ik weet niet of je het hebt gehoord trouwens, maar Edson die voelt zich niet veilig. Hij slaat met één oog open. Heb je gehoord over die zagrijnige koe? Hmm. Hij was niet in een muur. Ik zag laatst een dakloze man en ik gaf hem 1 euro. Toen zag ik een dakloze vrouw en ik gaf haar 75 cent, want vrouwen verdienen minder. Wauw! Jeff vroeg laatst aan zijn serie waarom ben ik nog steeds single. En toen ging ze frontcamera aan. Hoe zou Edson heten als die blank was? Hoe dan? Anton. Friendly fire! QC, je bent helaas niet door naar de volgende ronde. Weet je waarom? Waarom? Je bent afgevallen. QC, zijn familie wacht op airport. Weet je waarom? Je bent aangekomen. Wat is de favoriete artiest van Edson? Mm. Left Eye. Mm. Wie vecht nog harder voor zijn relatie dan Gio Latoy? Lil Kleine. Oh. Waarom was de boer jaloers op Gio? Hij is goed in de situatie uitmelken. Mm. Wat was Edson zijn laatste wens? Ibis. Wat is QC zijn vader in een auto? Weggereden. Wat is QC zijn vader in een zwembroek? Weggezwommen. Mm. Hey, Nessen moord vader, man. Kom op, man. Hey. Maar hij was al een operatie. Mm. Hoe zou Peter Pannenkoek heten als hij een Turk was? Baba Baklava. Wat is de overeenkomst tussen Epke en Edson? Ze missen allebei iets. Epke zonder land en Ed zonder oog. Motherfucker. Punchline. Hey, Michiel is aan. Gaat die naar huis? Waar doet Ronaldo zijn boodschappen? Bij de supermarkt. Hoe zou Nessim eten als hij rapper was? Mm. En Nessim. Hoe noem je een Antilliaanse UK rapper? Mm. Central C. Central C. Jawel. Hoe noemen ze groepseks in Zweden? Hoe? Meuteneuk. Hoe noem je een Griekse pedofiel? Papalepimolos. Wat zegt een Antilliaan als hij in Polen komt? Bonsimanski. Waarom heeft Nessim heel 2022 geld? Waarom? Hij wil de knuffel Marokkaan vervangen. Wie heeft meer energie? Een onderbroek of een pamper? Zeg het maar. Een onderbroek, want een pamper is luier. Mm. Ah, de. Lees deze gewoon voor. Lees hem. Waarom ik, man? Nee, ik ga deze niet zeggen, man. Ik ga deze niet zeggen. Zo ben gek. Wat zegt Marco Borsato als hij met zijn stoel omdraait bij de Voice Kids? Oh. Ja, lekker. Waarom is Frasi DJ van Nessim? Hij staat achter mislukking. Mm. Wow. Heeft jouw vrouw muizen in de buik? Nee. Dat is een goede poes. Hoe noem je Wesley Snipes op de Tour de France? Wesley Bikes. Hoe noem je Wesley Snipes in Qatar? Wesley Shikes. Nice. Hoe noem je Wesley Snipes op Instagram?
Wesley Likes. Hoe noem je Wesley Snijder zonder vrouw en overgewicht? Wesley Snijder. Wauw! Ja. Waar trekt Marco Borsato zich op af? Disney Plus. Hoe krijg je heel supergaande op één kruk? Door de kruk om te draaien. Hoe noem je Bokusan met twee piemels in zijn reet? Bokusan. Sorry, Boku. I love you, bro. Hoe noem je Bokusan met drie piemels in zijn reet? Bokusan. Hoe noem je Tajula in de club? Gerna boy. Gerna boy? Kijk, left, right, left, right. Jij wel zitten, hè? Gele kaart. Gele kaart. Welke vrouwen zitten niet? Alleenstaande moeders. Alleenstaand. Snap je? Ken je die Marokkaanse rapper met vlechten? Exhibit. Exhibit. Hoe noem je de vader van QC? Uit de Durna boy. Laat je horen voor de tweede ronde. De punten zijn bij elkaar geteld. Het was echt spannend en echt heel dicht bij elkaar. En de winnaar van deze ronde is geworden... Team Nessim! Ja! Ga jongens, je gaat als eerst. Wat wordt de achtergrond? Ik wil een mooie achtergrond. Deze is de koning. Mag ik Nessim, die aan het huilen is omdat zijn pa net een bericht... En daarna een foto van jouw vader. Ja, die is er niet. Jij mag kiezen wie als eerst gaat. Ik ga als eerst! QC! 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 Ai! 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 Strongman! Moet ik ook nog terug? Hey, bedankt voor het kijken. Dit was het alweer. Ja, het was gezellig, man. Heel leuk. Was niet normaal. Kapot gelachen. Ik heb echt dood gelachen. Ja, maar dat fase niet zo goed was. Goed, wil jij nou nog meer lachen? Check dan LOL op Prime Video. Kan je ons daar zien, kan je andere comedians zien. Hartstikke gezellig. Dankjewel voor het kijken. Like, abonneer, publiek. Laat je nog één keer horen. Ja, hey! Dankjewel, tot de volgende keer. Ciao!